Dit jaar is het 10 jaar geleden dat het uitgaansleven voor 12-plussers een eigen feest kreeg. In 2007 werd de eerste editie van Splash georganiseerd in dorpshuis De Horst in Horssen. Tieners uit het land van Maas en Waal komen er jaarlijks om een feest mee te maken dat speciaal voor hun leeftijdsgroep bedoeld is. En wie jarig is, pakt natuurlijk uit. Ja, Splash bestaat 10 jaar. Dus we hebben dit weekend zeg maar een feestelijk weekend. En dat betekent dat we vandaag hebben een normale Splash en morgen hebben we een reunie Splash. Een 18-plus Splash om precies te zijn. De opzet is dat het is bedacht om jongeren kennis te maken met het uitgaansleven. Dus we hopen dat de mensen als eerst hier uitgaan, voordat ze later, als ze op een latere leeftijd zijn, verder uitwaaien de andere kanten op. Ja, zaterdag hebben wij een reunie-editie. Dat betekent dat het wordt een 18-plus editie. De bedoeling daarvan is dat we eigenlijk, hoorden wij veel van mensen die vroeger naar Splash gingen, dat ze eigenlijk nog wel graag zouden willen gaan. Alleen ja, op een gegeven moment word je gewoon een beetje te oud om tussen de 12, 13, 14 jaar rond te lopen. Zodoende hebben wij ter ere van het 10-jarig bestaan hebben we bedacht van nou weet je wat, dan organiseren we voor de oud-bezoekers een reunie-editie. En dat is zaterdag en dat is een 18-plus editie. Dus dan kun je alleen naar binnen als je 18 jaar of ouder bent. Ja, we hopen dat we vanavond, en dan is het ook wel leuk, tussen de 500 en 600 man. En morgen, zoals het er nu uitziet, zal het tussen de 400 en de 500 man zijn. Alleen, we weten natuurlijk niet hoe de kaartverkoop morgen nog loopt. Dus het kan zijn dat het toch nog tussen de 500 en 600 man ook ongeveer uitkomt. En dan is het gewoon gezellig druk.